Oké, guys, vandaag een fotoshoot met Govert de Roos. Is er iets typisch aan de styling voor Be Brave? Ja, stoere streetwear vaak. In combinatie met vaak dat casual netjes afgewisseld. Maar wat ik ook terugzie, zijn vooral die lange tops boven bij jullie. Klopt dat? Klopt, meestal wel. Heel vaak hebben we wel wat langere t-shirts aan. En dan toevallig vandaag een iets langere blouse. Mm-hmm. En bij jullie en een lange jas inderdaad. Ja. Allemaal vandaag hebben we een stuk van Tony Cohen aan. En dat is een van onze favoriete merken. Dus één lijn inderdaad, ja. Het is de eerste keer dat jullie meedoen als Be Brave met musicals en concert. Heel veel mensen riepen van tevoren, ook fans van Be Brave, hoezo dan? Maar ja, vier van de vijf zijn begonnen bij Siska de Rat en bij Tarzan als kind. En hebben dus echt wel door hoe moeilijk het is om musical goed te doen. Hoe gaan die voorbereidingen? Welk proces zitten jullie nu? We weten de songs al. Die weten we al. We zijn nu gewoon goed aan het oefenen qua hoe gaan we de zangverdeling, welke stemmen, et cetera. Dans natuurlijk. Het moet een beetje poppy zijn. En die nummers hebben we wel gevonden. En die gaan zij op hun eigen manier natuurlijk bewerken. We gaan zorgen dat het gewoon ook Be Brave blijft. Maar dat wordt echt heel cool. Dus voornamelijk nog heel erg ideeën creëren. Dat gaan we praktiseren. We zitten namelijk midden in een voorbereiding van de tour. Die we gaan doen, waarmee we volgende week beginnen. En zodra die van start is gegaan, gaan we volop ook weer werken aan deze show.